Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Paul en Paul, Kia Autobedrijf De Beer en Bingo. Hoe was het net op het kasteel? Op bijzondere wijze is er afscheid genomen van Wout Holwerda door de supporters. Familie was natuurlijk bij de kinderen, Robin, Melissa, de vrouw van Wout. En ja, ik vond het wel indrukwekkend. Mooi, met fakkels ook. En heel veel Spartanen die er waren om Wout, die toch een hele bijzondere plek in ons aller hart. Ik heb veel wedstrijden van hem mogen zien als verslaggever. Ik ben vaak bij hem geweest. Mooie interviews mogen maken. Altijd eigenlijk dezelfde persoonlijkheid. Met die eeuwig bulderende lach. Geweldige spits geweest. Maar ja, dan is het even moeilijk. Hij lag opgebaard, dus dat is altijd confronterend. Ik heb maar vooral naar zijn foto gekeken en ik heb heel veel mooie gevoelens teruggekregen. Mooi gezegd. Het was een gigaweek voor Sparta. Dat ging werkelijk qua emoties alle kanten op. We gaan het erover hebben en natuurlijk over Feyenoord. We gaan beginnen aan FC Rijnmond. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond. Feyenoord heeft de poolfase in de Conference League ongeslagen afgesloten. Laatste doel nu voor Feyenoord in 2021 is als koploper de kerst in. De winterstop is ook wel iets waar Sparta behoorlijk naar hunkert, want dan kunnen er versterkingen worden gehaald. Maar de vraag is, wie gaat die versterkingen halen? Daar gaan we het allemaal over hebben met Bas van Noordwijk. Welkom weer. Ruud van Os is er en Emiel Schelvis dus. Bas, je bent nu een paar maanden weg als teammanager bij Feyenoord. Toen je gisteren zo halverwege die tweede helft zat te kijken naar Feyenoord Maccabi Haifa. En je zag op een gegeven moment 8 spelers uit de eigen opleiding van Feyenoord. Wat voor gevoel kreeg jij daar dan bij? Ik ken ze niet allemaal in ieder geval. Nee? Dat is een ding wat zeker is. Want dit is wel een hele jonge lichting. Dus ja, ik denk dat dat voor Feyenoord alleen maar goed is. Dat er echt een nieuwe jonge lichting aankomt. Een andere lichting als dat wij de jongens vanuit de jeugd hadden. En die waarschijnlijk een goede en grote toekomst tegemoet gaan, als ik dat gisteren zo gezien heb. Ja, 8 spelers. Vorig jaar waren ze niet goed genoeg. Nou, dat waren niet deze jongens, dus dat waren weer anderen. Maar ja, dat maakt een trainer uit, hè? En met een technisch directeur. En dan moet je maar kijken van wat er past in een systeem wat een trainer wil spelen. Ja. Ruud, waarom was het vertrek van Henk van Steen deze week bij Sparta de enige uitweg? Nou, het was niet de enige uitweg, maar als je uiteindelijk op maandagavond in gesprek gaat met elkaar, Leo Ruijs voorzitter, Alex Klein bestuurslid en Henk van Steen en Manfred Laros, en je krijgt de neuzen niet dezelfde kant op, dan moet je een beslissing nemen. Ja. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We beginnen met Feyenoord, Emiel. Ja, ongeslagen groepswinnaar. 5 ton kunnen bijschrijven gisteren. Spelers rust kunnen geven en anderen dus een kans gegeven. Ja, het was een luxueuze dag voor Feyenoord dit. Zeker, maar vooral de vrolijkheid die ervan afstraalt. Eigenlijk al, mag je wel zeggen, vanaf het begin van het tijdperk slot is dat wel een rode draad geworden. Alleen, ja, ik blijf nog altijd wel het gevoel houden van oké. Nu komen er 10 dagen aan die ook gaan bepalen of het daadwerkelijk iets voorstelt allemaal. Want uiteindelijk is de plaats op de ranglijst en los van het voetbal wat je speelt, wat nogmaals gezegd hartstikke leuk en vrolijk en fris is. Maar groepswinnaar worden in de Conference League stelt toch wel wat voor? Ja, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar 5 ton bijschrijven, Ajax heeft geloof ik 70 miljoen bijgeschreven. Dus in de verhoudingen die 5 ton is die ene wedstrijd van gisteren. Ja, nou ja, goed, ze hebben wel iets meer verdiend. Tuurlijk. Maar ik bedoel even in de verhoudingen en waar Feyenoord uiteindelijk naartoe moet. Dan denk ik, oké, dan komen de 3 wedstrijden, competitie. En die in de beker, die gaan heel erg het gevoel bepalen hoe ze werkelijk de winterstop ingaan. En wat er inderdaad in het nieuwe jaar, wat we werkelijk ook van Feyenoord mogen en kunnen verwachten. Jij zat instemmend te knikken. Ja, deze week wordt echt een hele lastige. Groningen uit is altijd al lastig voor Feyenoord. Twente voor de beker. Alles of niks. Er moet een winnaar komen, dus dat is niet behoudend spelen of behoudend. Dat doet Feyenoord ook niet, maar nee. Twente moet dus ook. Dus misschien liggen daar wel weer kansen. Ja, en dan krijg je natuurlijk nog de kraker op 19 december. Ja. En dan hopelijk met publiek. En nog 3 dagen later Heerenveen, Bas. Dat is ook voor Feyenoord een merkwaardige bananenschil gebleken de laatste jaren. Heerenveen is altijd lastig en dat geldt hetzelfde voor Groningen. Dat zijn een beetje vergelijkbare wedstrijden. Die maar past het nog steeds bij dit Feyenoord, zoals we dat nu de laatste weken zien, dat dit inderdaad allemaal potentiële bananenschillen nog steeds zijn? Of mogen we misschien die lat wat hoger gaan leggen? We vonden het een paar maanden geleden niet zo gek als Feyenoord zou verliezen bij FC Utrecht. Dat hoorde er allemaal bij. Maar nu?
Ja, ik vond de wedstrijd Utrecht, lieten ze zich afbluffen, lieten zich intimideren. Ik noem het even als voorbeeld. Paar spelers. Vitesse uit. En bij Groningen weet je ook, daar klappen ze erop. Ja, daar moet je wel tegen gewapend zijn. Dus, en dit Feyenoord kan dat. Dat hebben ze laten zien, ook in die Conference League. Dus ik heb er wel goede hoop op. Ja. Maar Bas, wat Bart eigenlijk vraagt is... Je stelt de vraag, maar je beantwoordt hem eigenlijk zelf. Want als je de lat inderdaad omhoog wil... dan moet je juist deze periode dat nu laten zien, snap je? Nu komt het erop aan. Vorig jaar, weet je ook nog, na de winter toe stond Feyenoord er ook niet zo heel slecht voor in de periode advocaat. Nou, toen kwam die verliespartij tegen Vitesse. Onnodig, bal op de lat in het laatste gedeelte. De wedstrijd tegen Ajax kwam net na de winter. Snap je? Dat was bepalend uiteindelijk voor het gezicht van Feyenoord en hoe het seizoen verliep. En nu komt weer dat, noem het maar examentje, maar in ieder geval... En natuurlijk hebben we allemaal gezegd, we mogen... Slot niet gaan beoordelen op zijn eerste jaar. Maar dat doen we wel natuurlijk, want het is Feyenoord. En ze staan daar. En dan komt dan dat moment dat je ze gaat toetsen. Nou ja, en het is misschien met een iets andere insteek. Zeg van, nou, we gaan eens kijken waar ze staan. Maar het is ook, en dat is ook Feyenoord, van ze moeten er staan. Ja, maar ze zijn wel klaar voor de toets. Als ze er nu niet klaar voor zijn, ja. Zijn ze er nooit meer klaar precies. voor. Precies. Dit elftal van Slot maakt zo'n ongelooflijk goede indruk. Dat is in jaren niet gebeurd. Dus laat Ajax nu maar komen. Nu ben ik echt benieuwd naar deze confrontatie. Zeker. Nou, Arno Slot, laten we eens naar hem luisteren. Is hij eigenlijk trots? Oh, trots vind ik altijd een beetje een groot woord. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat we deze wedstrijd gewonnen hebben. Helemaal als je in ogenschouw neemt dat we in de laatste fase van de wedstrijd met 8 zelfopgeleide spelers in het veld staan. Waarbij ik ook altijd nog wel graag wil benadrukken dat er als wij in onze sterkst mogelijke opstelling spelen, dat er ook altijd 3 of 4 jeugdspelers van Feyenoord in het veld staan. Dus ik weet niet of ik daar trots op moet zijn, maar ik denk bij de mensen die in de jeugdopleiding van Feyenoord werken, dat ze op een avond als vanavond wel trots kunnen zijn. En terecht. Welke normaal gesproken reservespeler van Feyenoord heeft gisteren, vind je, zijn kans gepakt? Nee, dat vind ik moeilijk. Vind ik een lastige. Wat hij zegt, als hij in zijn sterkste opstelling kan spelen en dat programma is niet zo vol, dan denk ik dat niet echt specifiek een speler waarvan ik kan zeggen, nou, dat is degene die gisteren een plaats in de eerste basiself, ik denk dat de basiself die er stond, dat uitstekend is. Ja, je krijgt dadelijk te maken met de blessures, ziektes. Gaat vooralsnog goed, hè? Vooralsnog goed, ja. Dus, en dat moet ook zo blijven. Want er komt dadelijk nog wel een beetje meer bij kijken natuurlijk. Als je 4 partijen moet spelen in die korte periode. En dan moet je er echt staan. Dan wordt het wel lastig natuurlijk. Ik zeg trouwens dat het goed gaat. Maar Trauner en Kuksu zijn voor dat treffen tegen Groningen van zondag allerminst zeker. Dus, daar heb je toch... Daar hoef je toch niet zo moeilijk over te doen. Geertruida speelt voor Trauner. En in principe is het middenveld met Asnes, Toornstra en Til ook in orde. Ja. En dan kan je met gewoon met Jaanbak spelen. Maar goed, als het dan toch gaat om die reservespelers die dan gisteren toch een beetje hun kans moeten pakken. Dessers. Scoort een goal, maar heeft daarvoor wel heel wat kansen nodig. Moet je van een topspits verwachten, want hij speelt bij Feyenoord, dat hij wat minder kansen nodig heeft? Voorzichtig. Toen hij kwam hadden we skepsis, moeten we hem nu niet een topspits gaan noemen. Hij heeft goede dingen gedaan, maar is natuurlijk geen topspits. Dus dat hij kansen mist tegen een ploeg in de Conference League vind ik niet zo heel erg maar gek. Maar ook zoveel, Ruud. Ja, maar zo goed is hij niet. We hadden het de laatste toen op de radio bij Twente uit. Dat was een beetje hetzelfde verhaal. Toen kreeg hij ook die kans achter elkaar. Toen zei ik nog van ja, het is natuurlijk geen Roy Makaay of Marco van Basten. Die in dat soort situaties gewoon het balletje binnenprikt. Gewoon altijd dodelijk, ja. Nee, ja, maar goed. Hij staat er wel. Hij heeft wel het absolute intuïtieve gevoel van een echte nummer 9. En dat is een kwaliteit die hij misschien toch iets meer heeft dan Linssen. Linssen koppelt daar wel andere kwaliteiten voor in de plek. Hè? Met name zijn loopvermogen. En met het pressiezet is hij natuurlijk fantastisch, Brian Linssen. Maar ja, je hebt een beetje van dit en een beetje van dat. En laat Feyenoord er blij mee zijn. En het vult elkaar ook prima aan, eventueel in de tactiek. Ik bedoel, je hebt Dessers altijd achter de hand. En de tegenstander gaat nu ook denken van, oh mijn god, Dessers komt erin. Ja, dat helpt je wel in de hand zo. Hij scoort toch 4 keer in 6 Europese optredens. Dus ik heb gewoon niks mis mee. Dat is helemaal niet niks. Nee. En ik denk dat Linssen wel de nummer 1 spits is. En dat ze Dessers toch blijven gebruiken als sub. En nu, tot nu toe als super sub. Ja, en wat voor sub is Nelson? Mocht gisteren ook in de baas staan. Maakt een goede goal, een goede solo. Ja. Rolt hem goed af in de verre hoek. Wat kunnen we nu van hem zeggen? Ja, daar zit wel veel snelheid op aan die zijkant natuurlijk. Dus op zich is dat niet verkeerd. Ik vind Sinisterra wat handiger aan de bal. En ook wat meer overzicht. Ja, ik was nog niet helemaal kapot van hem, maar stroorde in ieder geval. Ja. Maar hij moest ook weer afhaken met een blessure. Dus die is ook niet gewend om de 90 minuten te maken. Ik heb het wel eens vaker meegemaakt natuurlijk in de voetballerij. Dan wordt zo'n jongen van een grote club gehaald. Ja.
Arsenal. Worden daar nou niet bepaalde eisen aangesteld? Van dat zo'n grote club zegt, ja, je mag hem wel hebben, maar we willen wel dat hij minimaal zoveel wedstrijden speelt. Blijkbaar niet. Nou, wat het is natuurlijk met die grote clubs, die kopen of die geven 30 man een contract en dan hopen ze dat er 1 of 2 doorkomen. Ja. Dus ja, als je het daar tegen af gaat wegen, dan wordt het wel lastig natuurlijk. Ja. Daar kan je geen inschatting van maken. Hij zal het zelf moeten laten zien met zijn prestaties. Kijk, die grote clubs in Engeland, die nemen er 30 of 40. Nou, er komt 1 of 2 door, top, ja. De rest verhuren we. En wat we kunnen verkopen, blijven we toch mooi in de, ja. Nou, in de running. Die Nelson zit op de bank bij Feyenoord. Vorig jaar Burger kwam van Feyenoord naar Sparta, zat op de bank. Goudbein van AZ naar Sparta zit op de bank. Dus die clausules zullen er dus blijkbaar niet zijn. Nee, maar van zo'n grote club, weet je wel, daar zal toch wel een bepaalde deal mee gemaakt zijn van, ja, leuk, je kan hem krijgen, maar anders verhuren we hem wel naar een lagere divisie in Engeland. Ja, blijkbaar in dit geval niet, want anders had hij elke keer wel in de basis moeten staan. Maar ja, Sinisterra staat daar, dus dan wens ik veel succes, maar dat wordt lastig. Ja. Even een vraag voor de keeper aan tafel, de oud-keeper. Wat overkwam Bijlo nou in die slotfase? Nou, hij raakte een beetje geblesseerd. Daarvoor al. En ik dacht dat hij dacht van, nou, of hij gaat achter of ik neem geen risico voor een botsing, ik blijf maar even staan. Dat doet hij nooit meer. Nee, maar is dit dan een gebrek aan ritme of hoe werkt dat bij keepers? Nee, dit had niks te maken met ritme. Hij wilde het risico gewoon niet nemen om de volle in te klappen. Maar ik dacht weer Bas, jij misschien ook wel thuis op de bank. Oh jee, nou is hij weer geblesseerd. Ja, of hij echt geblesseerd was of dat hij last kreeg van de spieren, omdat hij een tijd natuurlijk eruit is geweest met die corona. Kramp misschien. Kramp, dat zou kunnen, want dat gebeurde in een actie volgens mij, dat hij die spits doorkwam en dat hij die bal onderschepte. En tijdens het moment dat hij naar de grond ging, kreeg hij er last van. Dus het was ook geen schop of zo. Dus nee. Het zou meer met kramp te maken. Als keeper mag je, ik vond wel op een gegeven moment die gozer van Maccabi kwam alleen op hem af. Hij is een van de weinige keepers die zich goed breed maakt. Hè? Ja. Het bijna alleen maar kan stiften. Om te scoren, want die gozer schoot naast. Maar dat komt omdat ik vind dat Bijlo dat echt goed doet. Blijft lang staan, maakt zich echt breed en is dan echt gewoon moeilijk te passeren. Jawel, nee. Wat dat betreft, 1-op-1 is die beste, kan die uit de voeten. Dus dat is niet zo. Het is de beste van Nederland, alleen ja, je absoluut. Moet zuinig op hem zijn. Want het is blijkbaar toch maar nog steeds kwetsbaar. Sommige mensen denken daar toch blijkbaar anders over, zoals de trainer van Ajax. Maar dat zal hij wel voor zijn eigen parochie zeggen. Ja, ik geloof niet dat we dat zo heel serieus hoeven te nemen, nee, toch? Dat lijkt me niet. Nee. Dat ziet iedereen dat Bijlo de beste is. Laten we eens naar hem luisteren. Hij baalde natuurlijk Justin Bijlo van die ene tegengoal. Ja, natuurlijk. Vooral heel onnodig ook. Ik dacht veel te makkelijk. Ik dacht, ik laat hem uitgaan. En hij straft het goed af. Ja, jullie waren natuurlijk al gekwalificeerd. De echte explosie en het mooie was in Praag. Daar was je niet bij. Hoe zwaar was dat voor jou dat je dat vanaf huis had moeten zien? Ja, dat is natuurlijk kloot als je niet met het team erbij kan zijn. Maar ik ben in ieder geval blij dat ze gewoon de taken, dat ze de opdracht hebben voltooid en dat ze overwinteren. En dat is heel goed. Dat is heel goed. Even nog over die jonkies gisteren. We hebben er 5 uiteindelijk gezien. 1 in de basis, Hendricks. Ja. 4 ingevallen. Wie kon je bekoren? Waar ben je enthousiast van? Hartjes. Hartjes, weer, ja. Beetje een Barcelona voetballetje. Missen, maar dat even dat korte draaien. Je legt de lat niet zo heel hoog. Ja, nee, maar het soort speler, weet je. Ja. Hij is altijd kop op een stokkie. Dus hij is zich altijd aan het oriënteren, daar hou ik wel van. Ja, maar dat soort een Busquets? Of wat? Hè? Een Busquets? Nee, Gavi. Gavi? Daar lijkt hij een beetje op. Oh ja. Dat soort, maar ja, in het perspectief, ja, wat is er mis mee? Nee, helemaal niks. Een soort voetballetje. Ik zeg niet dat hij niveau Barcelona heeft. Of dat denk jij dan, dat ik dat vind? Jij vindt het hetzelfde type? Het is een beetje een typetje, ja. Maar dus heel goed, vooral als zich constant oriënteren. Makkelijk aan de bal, makkelijk draaien, goede voortzetting. Nou, daar hou ik wel van. Die rechtsback, die was een beetje wild op het einde met name. En die jongen die achterin kwam, die was heel groot. En die Sam Valk. Om meteen met lange ballen te strooien. Dat vond ik ook wel leuk om te zien. Ja. Heet hij die Valk, geloof ik? Sam Valk, ja. Nou ja, dat was prima. En ik vond Raymond Hendrik sowieso een goede indruk maken. Ja. Dus misschien op termijn zijn die twee wel samen achterin. De nieuwe Israël maar en Lazaroms. Hij wordt nog niet, die Hendricks, echt gezien als een volwaardige achtervang voor als Malasia. Wat zou overkomen. Hij is geen linksback, als een centrale verdediger. Nou ja. Freddy, bij NAC heeft hij dus ook wel een aardig aantal wedstrijden gespeeld. Ik denk dat ook wel goed is geweest voor zijn ontwikkeling, dat hij echt wedstrijden kan spelen. Dan krijgen we natuurlijk het eeuwenoude liedje discussie van het ontbreken van dat elftal in de keukenkampioendivisie, waar dit soort spelers zich kunnen ontwikkelen. Ah joh, bij Feyenoord spelen ze gewoon in de Conference League. Dat is, is toch veel beter. Dat is maar de keukenkampioendivisie in Europa. Hè? Ja. Maar toch is het goed dat Banners gewoon ergens bij een club minuten gaat maken.
Als spits dan, niet als spits. Nee, precies. Die liepen we een beetje verloren bij. Die moet echt vlieguren krijgen, want die moet gewoon elke week spelen. Op die leeftijd moet hij gewoon spelen en die moet gewoon vastigheid krijgen. En zeggen van, je gaat er staan, je blijft er staan. Maar wel bij een eredivisieclub, dat was. Zie je hoe die Azarkan floreert bij Excelsior? Ja, nee, absoluut. He? Ik heb het gezegd, hè. Ja. Wil het dan nog terugkrijgen, maar Azarkan heeft natuurlijk wel kwaliteiten. Alleen, ja, past dat dan bij het elftal of bij de speelwijze, zoals de trainer van Feyenoord dat voor ogen heeft? Want hij heeft natuurlijk al een keer of 3-4 bij de voorbereiding gezeten. Ja, dan moet je er eigenlijk toch bij zitten. En dat blijkt elke keer dat dat net niet is, om wat voor reden dan ook. Het is niks voor Sparta eigenlijk, die ban is. Ja, Sparta speelt natuurlijk ultra defensief. En als jij een speler verhuurt, moet hij wel in een systeem terechtkomen wat je zelf ook hanteert. En om nou de hele erfenis van Sparta en het voorkomen van degradatie aan nou van banners op te hangen, lijkt me iets te veel en iets te zwaar voor zo'n jonge jongen. Ja. Maar de Diemers, hè? Ja. Ze wilde Diemers hebben, maar die gaat niet op kunstgras spelen. Nee. Hij had wel weer een assist, hè, gisteren, die Diemers. Ik bedoel, ja. Ja, dat is niet verkeerd. Als hij niet gaat voetballen zoals Sjoukje Dijkstra vroeger schaatste, weet je, dan heeft hij een kans. Dat hij niet constant aan het draaien en keren. En als hij gewoon sneller leert spelen en sneller het spel overziet. Ja, de jongen heeft een prima techniek, prima traptechniek ook. Dus dat zijn zijn sterke kanten. Maar als hij moet gaan draaien en keren, dat je denkt van hallo, het is bijna rust. Ja, dan heeft het geen zin. En hij heeft een prima mentaliteit. Zou je nooit in de steek laten. Nee, dus wat dat betreft is het wel een speler die elke eredivisieclub kan gebruiken. Ja, en die gaat waarschijnlijk in de winterstop wel vertrekken uit de Kuip, die Mark Diemers. Met deze situatie denk ik dat dat wel zijn voorkeur heeft. Ja, we gaan weer eens de straat op, mannen. Dat doen we altijd op vrijdag. Met vandaag op straat de vraag, moet Feyenoord niet veel meer gaan kijken naar de eigen jeugd? In de winterstop moet Feyenoord nu geld uitgeven eventueel voor versterking of gewoon lekker een beroep doen op de jeugdspelers? Ja, ik zou eerder zeggen voor het tweede. De jeugd een kans geven. Het was gisteren wel erg jong. En je moet ook de tegenstander wel een klein beetje in perspectief plaatsen, denk ik. Jongens halen voor veel te veel en die later te weinig opbrengen, daar lopen we ook op leeg. En jongens opleiden en later voor goed geld verkopen, ja. Dan kunnen we de portemonnee weer een beetje gaan vullen. Investeer vooral ook in je eigen jeugd. Je hebt het gezien, we hebben kwaliteit in het team. Dus moet kunnen. Nou, ik vind de voetbalwereld, daar gaat wel veel geld in om. Dus dan denk ik, als het goedkoper kan, dan... De jeugdspelers die kunnen het blijkbaar. Dus dan twee vliegen in één klap. Ik denk dat het wel leuk is. Veel jeugdspelers begint weer een beetje op te lijken. Ik vind dat ze over het algemeen goede spelers voortbrengen. En kijk dan maar wat er in het buitenland ook nog rondloopt. Welke jeugdspelers zijn u opgevallen? Nou, viel er eerder een paar tegen. Vond ik van eerder gezegd Bannies een beetje tegenvallen. Hartjes, dat vind ik echt een geweldige gozer. Ik vond die rechtsback wel heel nice. Ja. Benita. Ja. Nummer 43 was dat uit mijn hoofd gezegd. Ja, Benita, maar ook Hartjes vond ik goed invallen. Milambo vond ik ook nice. Niet allemaal, maar de meeste vond ik toch goed voldoende. Alhoewel de tegenstander natuurlijk ook aanleiding gaf om die jeugdspelers in te zetten. Nou, heel veel succes en hopelijk kunnen we snel weer naar het stadion met supporters. Ja, of naar de Kolsingel, wat vind je daarvan? Nou, dat zou nice zijn, toch? Nice. Dat zou ook nice zijn, ja. Ja, wat dat er gaat, hebben we nog wel eens last van doorslaan hier, hè? Ja, maar ja, dat, niks is ons vreemd. Hè? Nee. Nou ja, aan de andere kant, Bas, groepswinnaar in de Conference League. Wie had dat vooraf gedacht? Topprestatie. Topprestatie. 1 punt achter koploper Ajax op dit moment in de competitie. Topprestatie. Ja. Hoe moeten we dit nu allemaal plaatsen? Ja, dat gaan we dus dan in de komende weken zien. Ja. En waar we nou niet te hoog van de toren blazen en dit soort dingen weer we moeten nu weer kampioen worden. Blijf haak gewoon aan en kijk hoe de competitie loopt. Anders gaan we ook punten verspelen. Als je heel eerlijk bent, moet je gewoon misschien na de komende periode uit durven spreken dat je voor de positie van PSV gaat. Je zegt van wij gaan gewoon voor die tweede plek voetballen. Even los van, laat ik maar zeggen, wat Ajax doet. Want als je kijkt naar het potentieel van Ajax. En die hebben eigenlijk zien bijna de competitie op dit moment als een hinderlijke onderbreking van de Champions League. Nou, dat wordt straks toch iets anders. Want misschien gaan ze er wel in de achtste finale of de kwartfinale toch een keer uit. Dan wordt de competitie wel weer superbelangrijk voor ze. Normaal gesproken moet je Ajax iets hoger inschatten in hun selectie. Maar PSV, alles hoe het daar gaat, ja, dat kan best een mikpunt worden van Feyenoord. En dat kan dan ook Champions League voetbal en dus kassa opleveren. Ja. Van de week las ik weer ergens dat PSV de grootste uitdager van Ajax is. Waar baseren ze dat op? Nou, dan kijken ze niet naar de ranglijst op dit moment. Ja, het zal allemaal wel. Maar ik weet niet of ik gisteren gekeken heb, maar ik heb er niet veel van gezien. Nee. Jammer voor PSV, maar zo was het wel. Ja, je moet niet alles lezen, Bas, joh. Alleen naar Feyenoord kijken, weet je alles. Ja, dat is waar. Af en toe lees ik wel eens wat, maar dan denk ik, ja, waar heb je het nou over? Ja. Hey, doe even gewoon en kijk even naar de ranglijst.
Oké. Een diep trieste week is en was het voor Sparta. Jullie zijn net bij de condoleance dienst geweest. Daar gaan we zo meteen ook wel het beeld van laten zien. Maar natuurlijk ook op bestuurlijk vlak. Wie heeft nou uiteindelijk, Ruud, deze week de beslissing genomen dat Sparta en Henk van Stee, de technisch directeur, uit elkaar gaan? Als je de verhalen goed luistert, dan is het eigenlijk Henk zelf. Die op die maandagavond zegt, ja, als de verhoudingen zo liggen, kan ik er misschien beter mee stoppen. Dat is wat de voorzitter letterlijk zei afgelopen dinsdagochtend in het interview Leo Ruijs. Maar dan wel door de voordeur. Ze hebben nog een biertje gepakt. Maar dat kan toch? Dat kan. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar hoef je niet gelijk met deuren te gaan gooien. Maar één prangende vraag wat mij betreft dan. Draagt Van Stee dan ook alles over aan een potentiële opvolger of nu aan mensen die daar op technisch vlak over gaan? Even boven alles. Henk Van Stee is Spartaan. Ja? En Henk Van Stee wil dat het Sparta goed gaat. En als hij op die manier toch zijn bijdrage kan leveren door al zijn dossiers fatsoenlijk over te dragen aan zijn wellicht tijdelijke en misschien wel permanente opvolger, dan doet hij dat. Dat sluit ik niet uit. Ja, want er is werk aan de winkel. En iets een beetje ook. Ja. Wie gaat dat dan nu doen? Nou, ik wil eerst nog even iets over zeggen. Ik vind dat het Sparta-bestuur in alle opzichten tekort heeft geschoten in deze hele zaak. Dat het zo uit de hand heeft mogen lopen in de twee karakters. Laros aan de ene kant en Van Stee aan de andere kant. Dat het uiteindelijk tot dit heeft geleid. Want los van het feit dat ik het een hele slechte beslissing vind. Want als je de keuze moet hebben tussen twee mensen die niet meer met elkaar door één deur kunnen, dan had ik altijd voor de technisch directeur gekozen. Met zijn netwerk en alles wat er moet gebeuren op dit moment. Dan, laat ik maar eerlijk zeggen, een functie als die Laros bekleedt. Want daar kun je er best wel meer van vinden in de hele wereld. Maar Laros voerde uit wat zijn bestuur wilde. Hè? Niet wat hij persoonlijk nou zo graag wil. Laros is uiteindelijk uitgevaardigd door het bestuur om beleid te maken. Ja, maar dus dan moet je met jouw term heel bestuur wegsturen. Ja, maar daar kan je makkelijker opvolgers voor vinden dan iemand die in de functie zoals Henk van Stee bekleden functioneerde. Ja, maar dat maakt het beleid toch niet anders? Maar als je dan niet tevreden bent over zijn functioneren? Ja, als je niet tevreden bent over zijn functioneren. Ik kijk alleen maar naar de resultaten de afgelopen. En daarom zeg ik vind dat het bestuur van Sparta aan alle opzichten tekort heeft geschoten. Als je gaat kijken naar wat Henk van Stee in die 3,5 jaar heeft gedaan qua transferinkomsten, qua het veranderen van de mentaliteit binnen die club op technisch vlak. Oké, dit jaar gaat het minder. Ja, en daar heeft hij een reden voor, voert hij een reden aan, omdat hij niet op het juiste moment de gelden kon besteden waarvan hij dacht dat hij daar recht op had. Dat doe je. 25% van de netto opbrengsten van de transfers die uit waren gegaan, mocht hij opnieuw investeren. Dat is in de zomer niet gebeurd. Dat is toch om de club gezond te houden? Geld wat binnenkomt, je kan zeggen, ja, kijk naar het jaarverslag. Maar daar staat ook in dat het geld wat bijvoorbeeld Haroui later oplevert in een tweede tranche, dat zou je ook gewoon kunnen gebruiken, maar dat is niet gebeurd. Nee, maar Haroui is nog niet eens verkocht, die is verhuurd aan Sassuolo. Ja, maar dat is een constructie, die wordt overal in de voetbalwereld. En dat wordt een koopconstructie als er aan voorwaarden wordt voldaan. Ja. Maar als dan niet aan die voorwaarden wordt voldaan, dan verkoop je Haroui niet. Ja, maar dan ken je dus Sassuolo niet. Sassuolo is een waanzinnig rijke club in Italië die gewoon keurig aan zijn verplichtingen voldoet. Dus dat geld komt gewoon binnen. En dat zou eigenlijk weer aangewend moeten worden om Sparta op het niveau te houden waar ze stonden. Nou ja, en dat is niet gebeurd. Dus de vacatures Haroui en Laros konden niet goed worden ingevuld. En dat is een van de redenen waarom Sparta op dit moment op de positie staat. Dat laatste heb je absoluut gelijk in. Maar ik vind dat Sparta genoeg risico neemt door ieder jaar op min 2 miljoen te beginnen. Van Stee stond er wel waarschijnlijk voor om op min 3 of min 4 miljoen. En dat vindt de rest van het bestuur een te groot risico. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Want Henk van Stee wist precies wat er in al die contracten ook stond. En die was wel degelijk altijd, je geeft het net terecht aan, met het belang ook van Sparta bezig. Alleen hij wilde dat, laat maar zeggen, successievelijk naar een hoger level brengen en een stabiele middenmotor daarvan maken. En daar hoort bij bedrijfsvoering, ja, daar hoort af en toe een risico in. En ik blijf zeggen, als ik hem beluister, dan denk ik, dat is een verantwoord risico. Door als je zoveel hebt verkocht en er is zo weinig terug geïnvesteerd, dan heeft het bestuur ergens lacunes laten vallen. En wat ik nog veel erger vind, is de lacune die ze laten vallen, laat me zeggen, in het plaatje van wie in dit geval uiteindelijk bepalend is geweest in het conflict. Dus met andere woorden, je laat twee persoonlijkheden op elkaar los en uiteindelijk weet je dat je tussen één van beiden moet kiezen. Dat is toch zo ontzettend slecht management. Maar je zegt, om stabiel te worden moet Sparta risico nemen. Dat is best wel een beetje in tegenspraak met elkaar. Nee, niet waar. Want als je weet wat... Want dan kan het ook fout gaan als je risico neemt. Want dat is het. Dat zit in risico opgesloten. Kijk nou wat er de afgelopen 3,5 jaar is gebeurd. Dan zie je toch gewoon resultaten. Ja. Je ziet Henk van Stee heeft sinds die komt, heeft hij resultaten. Maar dat ontkent niemand. Maar het gaat om en kijk waar Sparta sportief is gekomen. En kijk wat een zootje daarvoor was. Maar kijk ook wat voor angstcultuur er een beetje op de brug heerst. Waar men ook wel een beetje
angst had voor de persoon gaan, van Steven. Zullen we er met een microfoon langs gaan? Want ze willen een onafhankelijk onderzoek. Dat gaat plaatsvinden. Maar goed, anonieme mensen, las ik bij ons op de site. Anonieme mensen willen klagen over iemand die op een bepaalde manier dus blijkbaar, vinden zij, niet netjes acteert. Ja, tuurlijk. Als er mensen weg moeten en in de jeugdopleiding bij Sparta, heeft Van Steen inderdaad, en heeft het bestuur achtergestaan, want die hebben achter het ontslag van Dolf Rox gestaan, dan hadden ze dat wel tegengehouden. Snap je? Ja. Dus dat is zo subjectief. Hoe kijkt de oud-Spartaan hier allemaal naar? Hoe schaadt dit de club? Het grootste risico is natuurlijk dat je degradeert. Dat is wel het grootste risico wat Sparta loopt. En mensen met angst, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Als jij je werk goed doet, hoef ik toch geen angst te hebben. Ik heb ook wel eens de dingen, dacht ik, ja, het zal allemaal wel. Maar ik denk dat ik het goed gedaan heb. En dan heb ik geen angst voor iemand die daar wat over te melden heeft. En ik vind het heel vreemd dat je twee mensen die dan blijkbaar een bepaalde discussie hebben over de invulling van gelden en de hoogtes van transfergelden, dat je die niet op één lijn kan krijgen. Dat, daar ben ik het met Emiel mee eens. Dat vind ik toch wel heel erg zwak. Ja, en toen Van Steen dus deze week wegging bij Sparta, doemde de vraag op: wat doet de hoofdtrainer Henk Vrezer? Stopt hij dan misschien ook? Wel nu, vandaag voor onze camera en microfoon zegt hij dat hij blijft bij Sparta en legt dus uit waarom. Mij was het duidelijk een keuze van, ik ben ergens aan begonnen met Henk. En sterker nog, ik ben richting Sparta gekomen. Zeker op basis van het verhaal die Henk had. En het idee om samen ergens naartoe te werken. En dan weet je dat een proces kan zijn, hè, vallen en opstaan. Dat is nou eenmaal inherent aan de stand van de club. Maar ondertussen heb ik ook zo'n relatie met mijn spelers. We hebben eigenlijk aan de trainer aangegeven dat wij hem in ieder geval ten koste van alles niet willen verliezen. En dat hebben we hem verteld. En dat we ook al zijn keuzes zullen respecteren. En dat we zeer zeker achter hem staan. En dat is vooral. Ik heb altijd uitgesproken dat ik geloof in ze heb. Ik merk dat het wederzijds is. Dus het zou heel raar zijn als ik dat uitspreek om dan de escape te pakken. Dus dat voelde niet goed aan. En dat is eigenlijk de belangrijkste keuze. En alle andere zaken, dat is een aantal dingen zijn privé, maar ook een aantal dingen. Dit was voor mij gewoon de belangrijkste keuze. En dat was lastig, omdat ik dat ook voel richting Henk van Steen. En ik vind ook dat in mijn ogen de club misschien niet beseft, misschien ook wel, wat je kwijtraakt met de persoon en de professional Henk van Steen. Voor mij persoonlijk een groot verlies, want de uitdaging die was al pittig, ook met Henk. En dat is er niet minder op geworden. Dus wat dat betreft was het een lastige keuze. Maar nogmaals, ik sta duidelijk achter om door te gaan. En de belangrijkste reden, alle belangrijkste heb ik aangegeven. Warme woorden van Henk Vrezer aan Van Steen. En terecht. Hoe moet Sparta dan nu die transferperiode in dadelijk? Sparta is woensdag begonnen met het zoeken naar een opvolger. En er was een longlist. Mensen hebben gesolliciteerd. Sparta heeft geïnformeerd bij mensen die beschikbaar zijn. Er is een shortlist van overgebleven van 3 kandidaten die beschikbaar zijn. Dus niet die onmogelijk zijn. En met die kandidaten gaan ze het gesprek aan. En wordt dat een technisch directeur? Of wordt dat een technisch manager? Wat Van Steen ook in eerste instantie een paar jaar moest zijn voordat hij uiteindelijk een directeursfunctie kreeg. Dat durf ik niet te zeggen. Naam van Mo Allag circuleert. Allag's naam circuleert. Maar ja, die zit bij RKC. Is dus niet vrij. Of... Nee, maar zou misschien wel een clausule kunnen hebben. Ja, oké, goed. De angst leeft natuurlijk wel, en dat hoor je bij veel Sparta, dat Sparta weer een aantal flinke stappen terug gaat doen. Want je verliest wel iemand die echt gepokt en gemazzeld in het werk was. En bovendien... Een netwerk had. Bovendien echt grote plannen had met Sparta. Ja, want we moeten weer terug naar het kasteel. Jullie zijn daar beide geweest. Jij kent Wout Hofferda en Aad Andriessen heel goed. Ja. Met z'n beiden gevoetbald. Voordat ik daar wat meer over weet, Ruud... Hoe is er nu de kans om afscheid te nemen van deze twee Sparta-iconen? Vandaag was er de kans tussen 2:30 en 4 om afscheid te nemen van Wout Hofferda. In de kasteel, Emiel en ik waren er in de ridderzaal. Ja, dit is veelzeggend wat je nu ziet. De familie heeft toegestaan omdat iedereen die mogelijkheid had. En een aantal mensen heeft die mogelijkheid genomen. En helaas moet ik zeggen, staan Emiel en ik en vele anderen er zondagochtend weer. Ja, want dan is het tussen 10 en 12 Aad Andriessen. Als dan dit gebeurt, het is tragisch dat we het mee moeten maken, maar het is wel heel mooi dit. Mooi. Ja, mooi. In ieder geval mooi dat dit zo gebeurt. De familie ervoerde het ook als echt heel mooi. Daar waren ze toch wel heel blij. Morgen wordt hij gecremeerd in Leiden. Ja. Daar kwam hij vandaan. Ja, en dan zondag is dit dus weer. Gaat het, Bas? Sorry. Ja.
Ja, dat is vervelend, hè? Dit soort. Ja, die komen echt binnen. Die, als je dan twee van jouw teamgenoten in zo'n korte termijn verliest, dat komt echt binnen. Mag ik een poging doen te vragen naar een mooie herinnering aan beide? Ja, Wouter stond natuurlijk, die was niet groot van stuk. Maar die kon, timen en koppen. Dat hielden echt niet voor mogelijk. Want de mensen die dachten, hoe kan dat nou? Want, ja, hoe krijgt hij er nou weer, weet je wel? Die Wouters, en die had echt een neusje voor de goal. En dat was echt een spits. Die heb ik maar 1 jaar meegemaakt. Want toen ging hij naar Fortuna, volgens mij. Fortuna Sittard, hè? Ja. En Aad was natuurlijk centrale verdediger. Aad was altijd ruimschoots op tijd bij Sparta. Want hij woonde 100 meter van het kasteel. Dus Aad was altijd, dat was echt een Spartaan. Die vanaf dat hij uit de wieg kwam tot nu, dat was echt een Spartaan. Was je in Adriaan, hè? Ja. Die hebben we een keer nagedaan, maar dat ging niet helemaal goed. Maar, Aad was een, dat roepen ze dan altijd natuurlijk als iemand overleden is, maar dat was echt een geweldige gozer. Mooie woorden, Bas. We moeten het hierbij laten. Dank je wel voor de mooie woorden. Dank jullie wel voor de komst. Maandag zijn we er weer met FC Rijnmond. Goed weekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Paul en Paul, Kia Autobedrijf De Beer en Bingo. Online hebben we altijd de gelegenheid om eventjes door te praten naar de uitzending van FC Rijnmond met onze analist Emiel Schelvis. Nog niet benoemd in de uitzending, maar die was maar kort en we hadden zoveel te bespreken. Gisteren een vergadering van de gemeenteraad waarbij de raad van commissarissen van Feyenoord ook even aanschoof om nu eens duiding te geven wat zijn de plannen. Hoe nu verder met het nieuwe of vernieuwde stadion van Feyenoord? Wat ben je wijzer geworden? Ja, in principe zou je zeggen niet zo gek veel als dat ene wat toch heel duidelijk nu wel een keer benoemd is, namelijk DMK. Dat Feyenoord echt nu gaat kijken naar de moderne Kuip als verbouwoptie. En die mensen zijn natuurlijk al tijdenlang klaar met een heel verhaal. Eigenlijk vorig jaar, bijna een jaar geleden, werd het al aangeboden. Toen was het natuurlijk in het verhaal met Aad van Herk, die daar een bedrag ook bij had gekoppeld. Ook in het model van we willen de Kuip kopen en we willen dan uiteindelijk de Kuip daarna gaan verbouwen. We zijn alweer bijna een jaar verder. Maar goed, nu gaat Feyenoord alsnog natuurlijk naar het waanzinnige verhaal van de 180 miljoen extra bouwkosten. Waar trouwens ook nog een zwengel aan gegeven werd gisteren. Ja, wordt er een beetje vaag over gedaan ineens. Ja, werd ineens weer dat het weer veel minder kon. Ja. Daar hebben we nooit wat over gehoord. De notitie willen ze nu ook niet openbaar maken daarvan. Maar er zijn politici die zeggen, wij weten dat die brief op 15 oktober. Dus ruim voordat het college zo verbouwereerd was dat er plotseling Feyenoord ermee wilde stoppen. Dus de politiek gezien kan er ook nog wel het een en ander stof gaan opwaaien. Want je krijgt er geen fijn gevoel van. Je merkt echt dat het een poppenkast is. Maar bij heel veel mensen die natuurlijk jarenlang met dat verhaal bezig zijn geweest, proberen het op een of andere manier nog onderuit te komen. Maar volgende week komt ook nog een afrekening natuurlijk bij de ledenvergadering of de aandeelhoudersvergadering. Dat is de 14e, van het stadion. Ja. Want ja, laten we wel zijn. Die mensen die moeten daar ook eens een keer verantwoording voor gaan afleggen. De raad van commissarissen, de directie van het stadion. Want wat gebeurt, is daar allemaal gebeurd? Ja, nou ja, we zijn benieuwd inderdaad in hoeverre dat consequenties gaat krijgen voor mensen, voor functies. Als je moet zo gisteren ook een beetje beluisterd in die gemeenteraad en het gaat dan toch om een nieuw stadion. Dan zegt hij niet, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, en dat is dus het verhaal van, omdat er natuurlijk zoveel mensen zo lang mee bezig zijn geweest. En bovendien fijn dat er ook nog wel prijs op stelt. Want stel, als ze gaan verbouwen, hebben ze de gemeente ook nog nodig, toch? Ja. He, want dat kunnen ze ook niet geheel uit eigen portemonnee. Al willen er dan toch een paar financiers wel het een en ander betekenen voor Feyenoord. Maar dat kunnen ze niet gaan betalen. Dus ja, in die relatie wil Feyenoord natuurlijk ook nog wel enigszins zich op de vlakte houden. Maar het is ook vanwege bestemmingsplan waarschijnlijk. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk. Nee, precies. Dus dat wordt vervolgd sowieso. Hm. En ook natuurlijk het verhaal van, laten we wel zijn, als je nu luistert binnen de contouren van Feyenoord, dan voel je aan alles, er is een 3-stappenplan. Dat is 1, dat is stoppen met Feyenoord City. En de organisatie zo snel mogelijk op het model, in het model krijgen, dat ze ook echt een topsportbeleid weer kunnen gaan hanteren. Stadion en club onder 1 noemer, gezamenlijk. Dus dat is dus het verbouwen van de Kuip. Dus het is het kopen van de Kuip, verbouwen van de Kuip. En de topsportorganisatie die nu al door Arne Slot en zijn mensen is ingezet, die vervolmaken. En dan kan Feyenoord misschien over een aantal jaren, en misschien al te beginnen dit jaar, als mooie opmaat meegaan doen weer bij de grotere clubs sowieso in Nederland, maar ook misschien dan later nog wel in Europa. Conference League.
Oh nee, die noemde jij de keukenkampioen-competitie in Europa. Maar dan mag je wel sowieso één stapje hoger, maar misschien ook nog wel eens twee stapjes hoger gaan. Champions League. Ja, ah, dat moet Feyenoord wel naar streven. Feyenoord moet gaan streven gewoon weer bij de beste 32 clubs van Europa te horen. Mooie teksten. Dan gaan we mee het weekend in. Mag ik je danken? Op naar een vol weekend met Feyenoord. Op bezoek bij Groningen zondagmiddag. Sparta op bezoek in Heerenveen, zaterdagavond. En Excelsior. Allemaal bij ons live te volgen. Excelsior heb ik niet eens genoemd. Dat was een schande. Maar ja, dat is niet. We hebben zo weinig tijd. Excelsior kan vanavond de tweede periodetitel pakken. Hallo. Hey. Wees erbij. Oh nee, dat kan niet. Dat mag niet, helaas. Tegen MVV. Ook niet, helaas. Goed, tot maandag. Dag.